Waar zou Van Gogh naar op zoek zijn als die zich zo ingeschreven hebben op een dating site? Antidepressiva? Nog meer olieverf. wij gaan het hebben over The Art Lovers. Nou, The Art Lovers is een project dat we gedaan hebben bij het Van Gogh Museum. Toen zij ons benaderden, dat was in 2014. Toen hadden wij net een project achter de rug in Groningen. Waarin wij een artist in residence hadden in een of ander oude disco. En toen hebben wij daar een videoband gevonden. Die heette The Art Lovers. Het was een porno video. En daar stond een verhaaltje achterop wat ons zo inspireerde. Dat wij een soort thematiek daaruit haalden. En toen benaderde het Van Gogh Museum ons of wij de ramprogrammering wilden doen bij hun tentoonstelling Lichte Zeden. En die ging over prostitutie in de kunst. Dus we hadden een voorbeeld bedacht met een website en live interviews. En iedereen kon een contactadvertentie schrijven voor kunst. Wat als kunst een persoon zou zijn, waar zou die naar op zoek zijn op een datingsite? Waarin het heel belangrijk is dat kunst zich bewust wordt van hoe kunst zich presenteert en moet presenteren op een datingsite. Om uiteindelijk de liefde van zijn leven te kunnen ontmoeten. Waar zou jij naar op zoek zijn als kunst een persoon zou zijn? Een breed publiek. Breed publiek? Ja. Ja, je kan ook een beetje middelmatig worden daardoor. Ja, nou ja, dat is inderdaad een goede uitdaging. Een breed publiek en toch kwaliteit. En dat zijn echt twee dingen die bijna niet te combineren zijn. Kwaliteit en kwantiteit tegelijkertijd. Wij zijn op zoek naar de inhoud van deze videoband. We hebben alleen de koffer weten te bemachtigen, maar de inhoud mist. Dus heb jij deze naar thuis liggen en doe je er niks meer mee, stuur hem dan naar ons op.